Ja, het blijft nog steeds meldingen regenen trouwens bij de politie over oplichters die zich voordoen als nep bankmedewerker en zo pasjes en pincodes aftroggelen. Dat is echt een groot probleem. Maar u bent echt heel goed bezig om daar iets tegen te doen met snelle tips over degene die geld van de slachtoffers pinnen. Wie herkent om te beginnen deze man die in Reden staat te pinnen met een net opgehaalde bankpas van een mevrouw van 79 uit Doesburg? De ophaler was nog zo brutaal om te zeggen dat mevrouw zo mooi woonde in haar seniorenwoning. Daarna werd er meer dan 10.000 euro van haar bankrekening gestolen. Wie is deze man met het getrimde baardje? Zijn code in dit onderzoek is OON048. De politie in Oost-Nederland wil ook achterhalen wie we hier zien. Het lijkt niet zo'n lange man, want hij komt hier bij een geldmaat in Zevenaar niet eens met zijn gezicht ter hoogte van de camera. U gaat hem zo beter zien bij een andere geldopname waarbij de rekening van een ouder echtpaar uit Lobith werd leeggehaald. Als u hem herkent, geef dan aan dat u iets weet over OON049. Probeer niet te veel te letten op de bril, maar juist op de details in zijn gezicht, zijn neus en de vorm van zijn wenkbrauwen. Is het iemand uit je bekende kring? Tippen mag uiteraard ook anoniem. Uit alles blijkt dat deze nummer 50 uit het fraudeursdossier in Oost-Nederland prima weet dat hij zich voor een crimineel karretje heeft laten spannen. Hij is niet degene die op dat moment aan de lijn hangt met een 75-jarige mevrouw die is wijsgemaakt dat haar rekening gehackt is. Dat was een vrouwelijke beller. Hij is wel degene die er geld van mevrouw staat op te nemen. Ook zij werd voor duizenden euro's gedupeerd. En de politie is ook op zoek naar informatie die kan leiden naar deze jongeman. Hij gaat in Deventer aan de slag met een bankpas van een 85-jarige inwoner uit diezelfde plaats. Ook dit slachtoffer werd telefonisch wijsgemaakt dat de pas en de random reader moesten worden ingeleverd. Deze pinner gaat in een gamma naar een zogenaamde muntrolautomaat. Hij pakt een mandje, staat daar een kwartier en gaat dan met een loodzwaar winkelmandje vol munten ter waarde van duizenden euro's weg daaruit Deventer. Kan zijn opgevallen, al dat contante geld. Wie vertelt er iets over OON051? En tippen kan ook dus door een tipformulier in te vullen. Dat vindt u op onze site, net als alle bewakingsbeelden. Belangrijk om te blijven onthouden. Geen pas aan mensen meegeven. Geen pincode inspreken bij bijvoorbeeld een zogenaamde robot. Of die aan iemand vertellen.